We gaan starten vanmorgen live in de studio met de heer Koster en Amar Singh, beide topartiesten. En tegenwoordig doet Asghar de promotie van nieuwe songs die artiesten hebben geproduceerd. En dat vind ik geweldig, want in feite Amar Singh no ap no wang promotie ma van Odo Amar Serefi Misabi. Ik heb dat chimboy thema, jeugdding. De Amar Singh schreef je aan dingen in rugtas naar foto. Dan mij promoten Iggy CD aan mijn serie. En dat vond ik geweldig. Van waar dat idee, meneer Amar Singh, om dat toen te doen? Om zelf in de binnenstad te lopen met je rugtas en je CD's in de hand om ze te verkopen? Op school heb ik geleerd: de beste bode is de man zelf. Ja. En dat was gewoon die mindset. Niemand kan jouw product verkopen als jijzelf. Ja. Jij weet wat je hebt, jij weet wat je maakt, jij weet waar je voor staat. En dat breng je aan de man. En dat concept heeft wel gewerkt? Natuurlijk. Maar waarom ga je niet door met dat concept? Want nu is het gewoon een promotor. Kijk, de manier waarop muziek nu wordt uitgegeven, is niet meer op CD's en dat soort dingen. Okay, okay. De meeste mensen hebben in hun auto geen CD-spelers. Ja, ja. Computers komen tegenwoordig ook bijna niet meer met CD-speler. Dus ja, je moet dingen anders aanpakken. Ja. En de tijd verandert. Soms, niet altijd. Maar soms moet je met de tijd meegaan. Aangezien we kan langer hier testen als techno. Dat kan ook, dat is ook een optie. Okay. Dat is ook een optie. Mooi man. Ja. Asghar, alles lekker? Ja. Ik moet wel even iets corrigeren. Ja. Ik weet dat ik lang geen liederen heb uitgebracht, maar ik ben nu niet in de hoedanigheid van promotor. Oh, nee, daar heb ik dan verkeerde informatie gehad. Mm-hmm. Oké, maar wat ik is uw hoedanigheid? We hebben samengewerkt aan een song, een nieuwe song, en het heet Blijf Kalm. En we zijn hier om die videoclip te promoten. Oké, okay, Blijf Kalm, dat zegt al veel. Ja, sowieso. Ja, dat in de rustig. Sowieso. Is het een mix, gospel? Nee. Sowieso geen gospel. Gospel is eigenlijk gewoon de blijde boodschap. Dat betekent het woord gospel. Mm-hmm. Wat we brengen is natuurlijk ook de blijde boodschap. Het is positiviteit. Het gaat om situaties die we dagelijks meemaken. En we hebben de titel Blijf Kalm, je weet toch? In het lied praten we ook over bepaalde situaties, dingen die dagelijks gebeuren. Ja. En hoe je eigenlijk moet kijken naar die zaken. Je ja, weet toch? Dus dat zijn we hier komen doen. En hoe is het met uw muziekcarrière, heer Amar Singh? Het is nooit gestopt. En daarom ben ik hier vandaag. Ja. ik weet dat u in hart en nieren een echte artiest bent. Je wil voor niks anders kiezen. Ja. Ima libi fasan nasrana, jong. Ik heb dat tot nu toe altijd gedaan. Ik zou me geen andere manier van leven kunnen voorstellen. Dat is gewoon hoe ik leef en het werkt voor mij. Ik kan me, zeg maar, ik kan mezelf onderhouden. Ja. Want als je opgroeit, dan in mijn tijd je politiedienst. Ja, ik heb altijd. Hoe was het thuis met je ouders? Die dacht, mama, papa, artisor. Het was een toffe beslissing, want ik zat op de universiteit. En op een gegeven moment drong er niks meer tot me door. Mm. Ik zat daar in de klas en het enige dat ik... Kijk die tekenfilm, de Charlie Brown en Snoopy Show. Boy. Snoopy, is dat Snoopy? Ja, Snoopy. Die ben je de man best doen in een klas. Ja. Die ben je een leerkracht. Dat leerkracht ik wong. Ja, dus, dat me beheren terwijl een docent is geen vak. Ja, op een gegeven moment ben ik no gelukkig moro Isabi. En ik heb altijd, ik begreep het concept scoren eigenlijk. Ik begreep het niet. Ik ging naar school alleen omdat ik mijn ouders trots wilde maken. Maar ik wist niet wat ik wilde doen totdat ik muziek heb. Totdat muziek mijn leven gered heeft, zeg maar. Dus dat heeft u geen windeieren gelegd? Nee. Oké, mooi. Kalm. Mm-hmm. Younanga Achaibersi, wat is jouw... Ik zeg Crazy G. Ja, je moet formeel zijn, Crazy ja, G. Maar als je zelf zegt Crazy G, dan wil je gewoon naar Crazy G. Ja, Crazy G. En wat is jouw artiestennaam? Asghar. Oh, Asghar. En mijn productiestudio heet Asco Productions. Oké. Okay. Asghar nanga... Crazy G. Crazy G. Umiti, wat? Umiti. Dat, hé, wel, ik hoef aan jullie de... Aan jullie de kufkaf. Hoe kan je wat pokoe kalm?
Nou, het is eigenlijk begonnen bij de samenwerking die we hebben. We maken jingles voor bedrijven. Okay. Dus de mooiste jingles die je op de radio hoort, Asco Productions en Crazy G. Wij werken aan die jingles. Mooi. Ik hoef ze niet te noemen, jullie draaien ze ook af hier op STVS. Ja. We zien elkaar vaker, je weet toch, als mannen die samenwerken aan die projecten en die producten. En je weet, we praten, zolang we zoeken, we denken van, hey, Isabi toch. Laten we iets maken, Isabi toch? Dus dingen die we dagelijks meemaken. En natuurlijk hoeft het niet persoonlijk te zijn, maar ja, mensen in onze omgeving. Soms zijn we ook betrokken bij dat soort dingen, je weet toch. Je gaat over die dingen praten, maar dan kom je op het punt waarbij je moet weten hoe je omgaat ermee. Ja. En de oplossing is blijf kalm. Weet je, door kalm te zijn kan je goede beslissingen nemen enzovoort. Dus ja, we hebben zo'n beetje gesproken over gevallen in de song. Natuurlijk ook heel gezellig en leuk. Maar de message is niet, te onderschatten. De message is heel belangrijk en dat is blijf kalm. Ja. Je weet toch, wees positief. En we zien het dagelijks op Facebook. Heel veel negativiteit. Ja. Dat krijgt juist meer aandacht. Mooi, je weet mooi, toch, Chris, je kan natuurlijk ook erover praten. Je weet toch? Dus... Geweldig. Kalmte zal je redden. Ja. Maar nu zien we dat de jeugd meer de richting opzoekt van die negativiteit. Mm-hmm. Ja, die hype. Heeft dit lied kans van slagen om de jeugd te bereiken? Kijk, dat kan ik niet zelf zeggen. Want natuurlijk maak ik muziek niet voor mezelf alleen, maar ook voor de mensen. Dus het is sowieso, die ideeën zijn sowieso vanuit een positieve inborst ontstaan. Dus de bedoeling is dat het de mensen bereikt en wij proberen ons uiterste best te doen om die muziek, om de boodschap, daar gaat het uiteindelijk om, zoveel mogelijk te promoten en mensen bewust te maken hoe belangrijk het is om kalm te zijn. Want je ziet tegenwoordig, zodra je de kranten openslaat, zodra je je radio aanzet, hoor je alleen maar negatieve dingen. Ja. En daar kun je soms heel erg boos over worden. Maar op de eerste plaats kan die boosheid jou aantasten. Dingen als chronische ziekte die ontstaan, want er komen stoffen in je lichaam vrij wanneer je ziek wordt, wanneer je boos wordt. Mooi. En ergernis en dat soort dingen. Maar als je dingen kalm bekijkt en het een beetje tijd geeft, dan kom je automatisch tot een oplossing. Ook bijvoorbeeld, kijk, je leest gevallen waarbij mensen elkaar te lijf gaan met scherpe voorwerpen, tramang in hargongi trawang. Weet je, op de eerste plaats, bescherm eerst jezelf. Ja. Maar je moet beseffen dat je heel erg kalm moet zijn om dat te kunnen doen. En kijk, ik probeer niemand de vinger te wijzen. Ja. Want het geldt ook voor mezelf. Minawang heel impulsief man. Ik kan heel snel op dingen reageren. Maar het is op de eerste plaats een boodschap naar mezelf toe van, hey, wees kalm. Dus eigenlijk in Shapoku is het wat je sanitak, manga masi miti. En dan we power u schrijven, want we maken dagelijks dingen mee, toch? Je wan lassi schrijven, je wan regering asma. Maar het levert je geen enkel voordeel op. Wat voor afspraak hebben jullie gemaakt? Wie gaat dat lied aankondigen? Maakt voor mij niet uit. We zijn hier, dus wij allebei kunnen het doen. We kunnen het allebei is de baas. Asgar mag. Je mag aankondigen. We doen dat sowieso samen. Kijkers en luisteraars natuurlijk, jullie gaan nu kijken naar de nieuwe song van Asgar en Crazy G. Blijf kalm. Tune up! Mam, dit is zo, jong. Ik begreep het, jong. Salsa. Of wat? No, arki. Salsa. Yo, chief. Yo. Waarom zijn mensen zo gemeen? What the bro? Vertel even, wat is het probleem? Met verliefd is reed, raak jezelf niet kwijt. Blijf kalm en gefocust, totdat het tijd heelt. Want het is veel, geloof moet er zijn. Rust in je been, zo moet het zijn. Ja, zo moet het zijn. Positiviteit, positiviteit. Daarom is Fali Biburuya, no me kaburuya you mima. Ja, leti wang. Maar daarom you no brak tu. Oh, ja leti. Oeh, je revi. Jere? Aiwo.